We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. Yeah. And maybe we could try it next week. Goedemorgen, ik ga nu ontbijten en normaal ga ik tijdens het ontbijt altijd scrollen op social media. Kijk op Instagram, TikTok, eigenlijk is sowieso dat het eerste wat ik doe op een dag. En ik heb besloten om nu een soort van social media break te nemen voor de komende 3 dagen. Ik merk gewoon dat ik er soms te veel op zit en veel te veel mee bezig ben. En 's ochtends kan ik er echt makkelijk een uur op social media zitten voordat ik echt mijn bed uitkom. En trouwens 's avonds ook als ik ga slapen, dan is het eigenlijk het ergste. Ik ga soms gewoon echt door dat ik koppijn heb gewoon. Dus ik moet eigenlijk echt in ieder geval in gaan minderen. En daarom ga ik nu mezelf uitdagen om het 3 dagen gewoon niet te doen. Echt heel erg benieuwd of het gaat lukken en gaat bevallen. Ik heb gisteravond al mijn meldingen uitgezet. Het enige wat ik nog wel ga gebruiken is TikTok. Maar dat is niet om te scrollen, maar om iets te posten. Maar dat is echt alleen vanavond, denk ik. Voor de rest heb ik al mijn meldingen uitstaan. En ik denk dat ik Instagram zo even verwijder. Want dat maakt het misschien nog wat makkelijker voor mezelf zo. Anders kom je misschien toch wat sneller in die verleiding. Ik gebruik natuurlijk wel gewoon YouTube om mijn abonnees te checken. Om mijn reacties te checken. En ja, wel gewoon daar actief op te blijven. En ook gewoon dingen te kijken. Netflix gebruik ik gewoon, Spotify gebruik ik gewoon. Dus dat soort dingen gebruik ik gewoon allemaal. Maar meer de interactie dingen zoals Instagram, Snapchat, TikTok vooral ook. En ja, dat soort apps. Dat gebruik ik dus niet de komende 3 dagen. Ik ga straks naar Rotterdam in mijn eentje. Ik heb nogal dingen nodig. Ik heb gewoon zin om lekker een beetje rustig te gaan shoppen. Het is maandag vandaag, dus het zal ook wel niet te druk zijn. En dan ga ik 's middags naar een tentje, Social heet het. Nog nooit geweest, dus lijkt me leuk om een keertje heen te gaan en even wat nieuws uit te proberen. En ik heb eigenlijk heel de dag geen verplichtingen, dus dat is heerlijk. En ik kijk gewoon waar ik zin in heb. Nu ga ik even mijn ontbijt opeten en dan ga ik me daarna klaarmaken en naar Rotterdam. I did not. I didn't buy anything, which is like really rare. I thought, why not grab some Chick-fil-A while I'm over here? Oké, ik ben aangekomen in Rotterdam en het is zo'n mooie dag vandaag. De lucht is gewoon helderblauw. Ik voel echt alleen maar positieve vibes vandaag. Dus dat is echt zo heerlijk. En ik heb zoveel zin om in mijn eentje gewoon naar de stad te gaan en lekker mijn eigen ding te doen. Lekker rond te kijken en ja, heerlijk. Ik heb gewoon echt zin in deze dag. Net had ik me nog eventjes klaargemaakt, mijn kast schoongemaakt en ik ging nog even zoeken naar huizen. Want ik ben op zoek naar een huurhuis. En toen opeens betrapte ik mezelf dat ik gewoon echt automatisch op TikTok klikte en op Instagram klikte. En ik heb gelijk weggeklikt, dus ik heb niet gekeken. Maar het is gewoon een soort van automatisme voor me geworden of zo, om dat te doen. Zo slecht. Dus ik heb besloten om Instagram nu van mijn telefoon te gaan verwijderen. Want ik denk echt oprecht dat ik het niet door heb als ik er gewoon op zou zitten. Dus dat ga ik nu doen. Kijk, nu staat mijn Instagram nog hier. En die ga ik verwijderen. TikTok ga ik niet verwijderen, puur omdat ik vanavond nog een video wil posten. En ja, ik weet niet of je het kan zien, maar oh, dit gaat helemaal niet goed met 1 hand. Remove app. Instagram. Delete. Delete. Oh, nog een keer delete. Heel vaak delete. Oké. Dit is beter, want anders klik ik er gewoon zo automatisch op. Het is echt heel slecht. Instagram is lekker van mijn telefoon af. Ik ga nu met de metro de stad in en heerlijk genieten van deze dag. En waarom ik ook zo blij ben, is omdat mijn huid
echt heel goed is voor mijn doen. Ik weet niet of jullie mijn laatste vlogs hebben gezien, maar toen was mijn huid echt verschrikkelijk. Gewoon echt niet goed. En nu, ik heb gewoon geen foundation op. Gewoon niks. En dat heb ik ook expres gedaan, omdat het nu heel goed is en ik niet wil dat het weer slechter wordt. Dus ik heb gewoon helemaal niks qua basis op. En het is gewoon heerlijk. Ik hou er gewoon van dat ik zelfverzekerd genoeg ben om zonder basismake-up uit huis te gaan. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Misschien dat ik daarom extra blij ben vandaag. Misschien dat dat het is. Ik ga nu de stad in, dus ik zie jullie later vandaag. Ziet er ook heel leuk uit. Ik ben weer thuis. Ik heb al gelijk mijn pyjama weer aangetrokken. Het is nog steeds licht buiten. Ik vind het echt heerlijk. En ik heb een heerlijke dag in Rotterdam gehad. Ik ben echt in heel veel winkels geweest. Maar precies wat ik zocht kon ik niet vinden. Ik heb geen sneakers en ik heb geen BH's. Dus ik ga zo even online kijken. Ik heb wel twee hele leuke broeken bij de Hollister gekocht. Echt een aanrader. Ze heten de Ultra High Rise Wide Leg Pants. En het is echt zo'n superleuke linnen broek met echt een straight lange leg. Echt mega leuk. En die heb ik in deze kleur en ook nog in deze blauwe kleur. En je had er ook veel meer kleuren van hoor. Je had hem ook in het zwart, wit, roze volgens mij ook nog. Maar heel erg leuk voor de lente en de zomer met een leuke crop top of zo erop. Ik was er echt al super lang naar op zoek. Dus ik ben echt blij dat ik ze uiteindelijk heb gevonden. En het is echt een goede fit voor mijn lichaam. Dus echt mega blij mee. Maar waar ik naar op zoek was, hadden ze dus niet. En ik ben uiteindelijk ook nog even met Jet, een vriendin, gaan lunchen. Dus dat was heel gezellig. En daarna ben ik naar mijn zus gegaan. Die woont ook in Rotterdam. Dus daar heb ik gegeten. En ik ben net weer thuis. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik vanmiddag nog even ging lezen of zo. Maar het is er niet meer van gekomen. Dus ik ga zo lekker lezen voor het slapen. En vandaag ging het echt best wel makkelijk met social media. Toen ik uiteindelijk de Instagram app had verwijderd, scheelde gewoon heel erg. En ik heb net wel een TikTok video gepost, maar ik heb niet gekeken op mijn TikTok feed. Dat niet. Het enige wat ik nu wel heb, nu dat ik een video heb gepost van, misschien zijn er wel reacties op of zo. Dus dan wil ik dat weten. Dus dat heb ik wel een beetje. Maar ja, ik heb allemaal meldingen uitstaan, dus ik heb geen idee of er reacties zijn. Misschien gaat het wel helemaal niet goed. Dus dat maakt het helemaal niet uit. En voor de rest merk ik nu wel, nu ik weer thuis ben, dat ik wel op zich nu op Instagram zou gaan scrollen normaal. Of eventjes TikTokjes zou gaan kijken. Maar ik ga het niet doen. Ik vind het eigenlijk best wel lekker. Maar misschien denk ik daar morgen wel anders over. Ik heb trouwens me al helemaal klaargemaakt voor bed. Want ik ben gewoon van plan om heel de avond te gaan lezen. Ik heb mijn skincare al gedaan en alles. Dus ik ga nu verder met het boek Verity. Ik heb deze nog steeds niet gelezen. Iedereen in mijn omgeving heeft hem al gelezen, maar ik nog niet. En ik ben nog niet heel erg ver. Ik ben nog maar bij pagina 75. Maar ik zit er echt meteen in. Ik echt bladzijde 1 pak je eigenlijk meteen, vind ik. Dus ik ben echt heel erg benieuwd waar het naartoe gaat. Ik heb van heel veel mensen gehoord dat het echt heel erg spannend is. En een beetje eng ook. Dus ja, ik ben echt mega benieuwd. Maar ik vind tot nu toe de verhaallijn wel heel erg leuk. En het boek gaat over Loen. Zij is schrijfster en ze zit nu heel erg slecht op financieel gebied. En ze zit eigenlijk een beetje in een dieptepunt in haar leven. Totdat opeens, hoe heet hij eigenlijk? Goeie vraag. Jeremy. Met haar wil samenwerken omdat zijn vrouw, die heeft een ongeluk gehad en die kan haar eigen boeken niet meer afmaken. En zij is blijkbaar een hele bekende schrijfster. En hij vraagt dan aan Loen of zij de boeken wil afmaken. Ook op de achterkant dat ze dus haar boek wil afmaken en dat ze dan in haar chaotische kantoor terechtkomt. En dat ze achter allemaal dingen komt in het leven van Verity. Dus ja, ik ben echt mega benieuwd welke kant op gaat. Ik vind de verhaallijn echt leuk bedacht en leuk tot nu toe. Het lees lekker snel weg, maar dat vind ik eigenlijk altijd met Colin Hoover boeken. Dus ja, ik ben tot nu toe heel erg enthousiast over het boek. Ik ga lekker de avond spenderen met dit boek. Ik ben heel erg benieuwd.
Het is vandaag dinsdag en ik heb heel de dag gewerkt. Ik kwam echt super moe thuis en ik had nergens zin in. Nu heb ik me lekker opgesloten in mijn kamer en was ik wat vlogs aan het kijken. En ik ben bezig nog steeds met Verity. Die had ik gisteren ook laten zien aan jullie. Voor de mensen die dit boek dus nog niet hebben gelezen, ik ga niks spoilen, don't worry. Maar echt, ik ben in shock van wat ik lees en hoe gestoord iemand in het boek is. Dus ik ben heel erg benieuwd wat uiteindelijk er nog gaat gebeuren. En ook of er misschien een plot twist komt. Want ik hoop gewoon heel erg dat een bepaald persoon die ik leuk vind in het boek ook leuk blijft. En niet dat die persoon misschien ook crazy in de head is of zo. Dus ik wil gewoon weten wat er gaande is. Dus ik ben benieuwd hoe ver ik vanavond ga komen. Ik ben nu op pagina 211 van de 323. Dus misschien, als ik echt goed doorlees, kan ik er vanavond uitkrijgen. En anders morgen. Het enige wat ik wel even ga doen is een haarmasker in. Dat doe ik normaal altijd op maandag. Maar gisteren hoefde ik mijn haar nog niet te wassen. Dus het kwam even niet uit. En voor de rest ga ik dus lekker vlogs kijken en lezen. Dat is gewoon lekker mijn avond. En ik heb er ook heel erg veel zin in. Ik heb een skincare gedaan. Ik heb zelfs even een peeling opgedaan. En nu heb ik gewoon geen zin meer om te kleden. Ik heb dat zo vaak dat ik dan bezig ben met me klaarmaken. En dan denk ik, ja, ik heb gewoon geen zin om een normale kleding aan te doen. Ik wil gewoon comfy kleding, heel de dag. Ik heb er gewoon geen zin in. En ik zit ook nog een beetje in dubio waar ik ga editen. Want mijn planning vandaag is editen. Ik wil vandaag mijn video afediten en mijn thumbnail afmaken. Zodat ik hem vanavond kan posten. Maar ik twijfel of ik dat dan thuis ga doen. Of dat ik misschien weer naar Rotterdam ga. En ergens in een cafeetje ga editen en zo. Ik weet het nog niet helemaal. Want thuis is ook lekker. Maar ik vind het soms ook echt heel erg lekker om gewoon ergens te zitten. En soms kan ik me dan beter focussen zelfs. Trouwens, ik heb gisteravond Verity uitgelezen. En oh my god. Dit boek, ik bleef maar lezen. Het is echt een boek die je maar wil blijven lezen. Het was niet dat er echt schrikmomenten in zaten. Maar meer gewoon heel de vibe was een beetje creepy of zo. En ja, ik vond het boek echt heel erg goed. En echt heel erg leuk en vermakelijk. En ik heb hem heel snel uitgelezen. Dus ik zou hem zeker aanraden als je een beetje van Colin Hoover boeken houdt. Sommige mensen haten de boeken. Sommige mensen vinden de boeken fantastisch. Ik vind ze meestal fantastisch. Dus ja, Verity echt een aanrader. En ik zit nu een beetje te twijfelen wat ik nu ga lezen. Omdat ik eigenlijk een vlog wilde opnemen met Court of Mist en Fury. En dan misschien met spoilers. Alleen A Court of Thorns and Roses video is niet super goed gegaan. Dus ik weet niet zo goed of dat is wat jullie willen zien.
dit moment. Dus daar twijfel ik nog een beetje over. Maar goed, ik ga vandaag dus editen. Ik weet nog niet of ik ergens heen ga of dat ik thuis blijf. Ik kijk wel eventjes. Maar ik moet me nu echt klaar gaan maken. Want ik zit het zo erg uit te stellen. Het is alweer 10:15. Echt. Mijn wekker ging echt om 7:30. Oké, ik ben weer thuis. Ik heb heel de dag geëdit. Ik heb een deel van de dag ook ergens geëdit. Ik vind het soms echt veel fijner. Ik weet niet of jullie dat ook hebben met werken of studeren. Ik kan me gewoon soms beter concentreren als ik niet thuis ben. Omdat ik dan thuis allemaal verschillende dingen door elkaar heen wil gaan doen. En dan ga ik weer even wat kijken. Of dan heb ik weer trekken. Dan ga ik weer wat maken. En ik kan gewoon heel snel afgeleid zijn als ik thuis ben. Dus dat werkt echt heel goed. Ik heb mijn video ook af kunnen editen daar. Dus super chill. Hij is nu aan het inladen. Ik heb mijn thumbnail net gemaakt. Ik heb net een podcast lekker aangezet. Echt een heerlijke podcast trouwens. Van, hoe heet hun nou? Ik kwam er gewoon random op eigenlijk door mijn, ja wat is het, For You page op Spotify-achtig. Het heet The Online Sisterhood. Ik ken hun allebei wel, maar ik wist ook dat ze een podcast hadden, maar ik had er nog nooit naar geluisterd. Maar als je een beetje houdt van manifesteren, spirituele dingen en girl talk, dan is die podcast echt wel leuk voor jou. Dus ik vind dat altijd wel heel erg interessant. En ik ben gelijk weer geïnspireerd en gemotiveerd om wat meer inner work te doen. Dus dat klinkt echt heel heftig, maar gewoon om bepaalde dingen die je nog dwars zitten of blokkades die je op dit moment hebt, om daar wat dieper over na te denken en te achterhalen waarom je boos bent op momenten dat je boos bent en waarom je verdrietig bent op de momenten dat je verdrietig bent. Maar ook juist als je heel erg blij bent of als je je heel erg gelukkig voelt op bepaalde momenten, dat je je ook realiseert van waarom voel ik me nou zo gelukkig? Wat maakt mij nou zo gelukkig? Want ja, het is gewoon heel goed om te weten wat je gelukkig maakt. Nou, het klinkt allemaal heel diep, maar goed, het heeft me weer helemaal geïnspireerd om wat meer te doen met zelfontwikkeling. Dus dat ga ik zo doen. En voor de rest heb ik vanavond geen verplichtingen. Dus dat vind ik heel lekker. Ik had in gedachten om misschien Gilmore Girls te gaan kijken. Mijn zusje is daar helemaal fan van. En heel veel mensen. En mijn zusje zegt al zo lang dat ik dat moet gaan kijken. Dus misschien dat ik vanavond het even ga binge-watchen. Ik ben trouwens gewoon nog steeds oké met geen social media. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat er de afgelopen dagen heeft afgespeeld op Instagram. Dus ik ga het zo vanavond weer downloaden en weer even kijken. Maar ik ben er wel achter gekomen dat ik het oprecht niet super erg vind om minder te zien op social media. Dus het is misschien wel even goed geweest om eens op een soort resetknop te drukken. Dat ik het niet altijd nodig heb. En elke keer zoveel op mijn telefoon moet zitten en social media moet checken. Misschien kan ik mezelf ooit een keer uitdagen om veel langer geen social media te gebruiken. Ik ga nu even eten beneden en daarna kijk ik wel waar ik zin in heb voor vanavond. Get knocked up at 16 being indifferent to guys.